Goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van dinsdag 1 september. Met onder meer, het pepernotenseizoen is alweer begonnen. Topseizoen voor zwembad Klarenbeek. En zware strafzaken naar Arnhem. Er liggen alweer pepernoten in tal van supermarkten en andere zaken. Ze kwamen er liever niet mee in beeld. Vandaar dat we op straat aan voorbijgangers vroegen wat zij van het vroege pepernotenseizoen vinden. Mevrouw, wat vindt u ervan? Er liggen al pepernoten in de schappen. Dat vind ik heel erg veel en veel te vroeg. Ik zou zeggen eind oktober kan ook nog, want 5 december is nog heel ver weg. Ik vind het ook te kwaad voor de kinderen, dat ze nu al opgewonden raken. Want ze weten dat dat bij Sinterklaas hoort. Er is nog tijd genoeg voor. Ja, hoe eerder hoe beter toch? Ja, lekker. Ik vind het eigenlijk nergens op slaan. Want ja, het is nog geen Sinterklaas. Dus ja, waarom zou je nou al pepernoten gaan kopen? Het is toch bedoeld om voor Sinterklaas pepernoten te bestellen? Nee, ik vind het niks. En uw meneer, wat vindt u daarvan? Nou, voor mij hoeft het ook niet hoor. Nee. Ik wacht er niet op. Nee. Maar eten ze wel? Ik vind het wel lekker, ja, absoluut. Maar je begint toch ook ergens september, oktober met de schoen zetten? Dus ja, en op zich het is gewoon snoep eigenlijk. Ja, ik vind het ook heel erg vroeg. Het is natuurlijk wel lekker. En ja, als de Albert Heijn het kan verkopen, dan moeten ze doen. Maar ik vind het veel te vroeg. Haalt een beetje de sfeer weg. En wanneer zou u pepernoten in huis halen? Ja, als Sinterklaas binnen is. Sinterklaas moet namelijk eerst in Nederland komen voordat hier pepernoten kunnen zijn. Want ze worden in Spanje gemaakt. En dan nemen de Zwarte Pieten op de boot de pepernoten mee. Dus ze mogen hier nog helemaal niet zijn. Ja, het is eigenlijk veel te vroeg dus. Ja, veel te vroeg. De Raad van State heeft nog meer tijd nodig om een uitspraak te doen over het bezwaar dat Wereldhaven heeft ingediend tegen de vestiging van sportwinkel Decathlon in de Rijnhal. Wereldhaven vreest dat het grootschalig bedrijf te veel concurrentie zal opleveren voor zaken in winkelcentrum Kronenburg. Decathlon heeft laten weten dat het vanwege het goedkope assortiment juist een stimulans kan vormen voor branchegenoten die duurdere artikelen verkopen. Misschien is er eind deze maand duidelijkheid. De voormalige kruising Kronenburg-Singel Schepen van Ommerenstraat is veranderd in een rotonde. Het kruispunt bleek op basis van een aantal ongelukken de gevaarlijkste van de hele provincie. Er zijn vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd en het langzame verkeer heeft er bovendien voorrang gekregen. De provincie betaalde €400.000 mee. Woningcorporaties en de gemeente zoeken in Arnhem naarstig naar mogelijkheden om meer vluchtelingen te huisvesten. Dit jaar is nu aan ruim 150 personen onderdak verschaft. In 2015 moet dat voor nog eens ruim 130 vluchtelingen gebeuren. Nagegaan wordt of grote gebouwen in de stad op korte termijn geschikt te maken zijn voor dit doel, omdat het aantal mensen dat moet worden ondergebracht blijft groeien. Misschien komt de leegstaande koepel hiervoor in aanmerking. Vitesse krijgt er geen nieuwe linksback bij. Trainer Peter Bos hoopte zondag dat het voor de sluiting van de transferperiode 's avonds nog zou lukken, omdat van de hele selectie alleen Roshi Achente een echte linksback is. Die positie is bij de Arnhemmers de enige die geen dubbele bezetting heeft. Naast stadion Gelredome is begonnen met de vervanging van de grasmat. Het wordt een hybride veld met een ondergrond van kunstgras en echt gras erbovenop. Dit extra grass moet kale plekken voorkomen. Het nieuwe terrein is over anderhalve week klaar voor de wedstrijd van Vitesse tegen de Graafschap. Daar zal een aantal oorlogsveteranen getuige van zijn. De rechtbank van Zutphen moet zware strafzaken voortaan overdragen aan Arnhem. Dat vormt een onderdeel van de bezuinigingsoperatie van justitie in Gelderland en Overijssel. Daaruit vloeit ook voort dat Zutphen in 2020 ruim 300 man personeel naar Arnhem moet hebben verhuisd. Commissaris van de Koning in Gelderland, Cornielje, raadt Arnhem aan zich na deze beslissing als justitiestad te gaan profileren. Zwembad Klarenbeek heeft dankzij de zomerse dagen dit jaar een topseizoen achter de rug. Er kwamen tot nu toe 60.000 bezoekers langs de kassa.
Dat is een stijging van ongeveer 10.000 klanten vergeleken met vorig jaar. Het bad is nog open tot en met vrijdag. Hondenbezitters kunnen op 11 september van 7 tot 8 avonds terecht voor de traditionele afsluiting van het badseizoen. Tot slot het weer. De dag begon vanmorgen met wat lichte regen. De bewolking bleef de rest van de dag. De temperatuur lag met 20 graden een graad of 10 lager dan de afgelopen dagen. Vannacht koelt het flink af en kunnen we met 10 graden weer fris slapen. Morgen lijkt er 's middags een buitje te vallen, maar keert de zon weer regelmatig terug. Tot zover het nieuws van RTV Arnhem. Wij danken u voor het kijken, nog een fijne avond en graag tot morgen.